Nou, ik heb een profielwerkstuk gemaakt. Het heet van Hoe van boek naar doek. En het gaat eigenlijk over van het stimuleren van het lezen in literair onderwijs. Omdat veel HAVO-leerlingen dat eigenlijk niet meer doen. En mijn profielwerkstuk is genomineerd om mee te doen aan de Carmel Award. En die heb ik dan uiteindelijk ook mogen winnen. Ja, het was niet maar zo een werkstuk op papier of op de computer. Maar het was een film, hè? Ja. Bij het profielwerkstuk hebben we eigenlijk een hele film gemaakt. En dat is gebaseerd op het boek Hadjar en Daan van Robert Anker. We hebben eigenlijk alles van begin tot het eind gedaan. Zeg maar van de poster zelf gemaakt, tot de film helemaal zelf gemaakt. En uiteindelijk heb ik zelf mijn première nog georganiseerd. Het was een controversieel onderwerp, hè? Ja, klopt. Het was wel een beetje een controversieel boek. Alleen bij veel literatuurwerken uit Nederland, die zijn best wel controversieel. Dus. Maar ik vond wel aan Hadjar en Daan vond ik het mooie dat het plaatsvond op een school. En omdat zeg maar, ik ook op een school zit, was het makkelijk om locaties te regelen. Dus dat was dit het makkelijkste boek om voor mij uit een film uit te brengen. En je had ook een beetje geluk, denk ik, qua filmers en zo. En qua acteurs, hè? Vertel eens, wie was je tegenspeler? Ja, mijn tegenspeler was mijn lieve vriend Elmar Kelder. En ja, we hadden net heel erg geluk met onze kringen om ons heen. Dat we veel mensen kennen die met film bezig zijn. Ook onderhand uit Nakstieren uit Almelo kennen we veel mensen. Daar hebben we ook materialen van kunnen lenen. En van 360 hebben we ook nog heel veel lampen en zo kunnen regelen. Dus dat was helemaal heel fijn. Ja. En nu? Nu heb je dus je profielwerkstuk is natuurlijk helemaal geslaagd. Maar hoe gaat het nu verder? Ja, ik wou heel graag naar de filmacademie. Ik ben helaas niet aangenomen, ook omdat ze er maar 15 aan kunnen nemen. En nu ga ik eigenlijk dit tussenjaar een beetje verder kijken of ik misschien in het werkveld al bezig kan. En daarna weer opnieuw aanmelden of bij een andere school. Ja. Nou, heel veel geluk gewenst, Demi. En de groeten aan je vriend, hè? Je lieve vriend Elmar. Dank u wel. Our love is real, so let me feel our love is real. I've been driving around your city, it's no home. I've been driving around your city with no place to go, and there is no place.